We hebben nog 2,5 week tot oud en nieuw, maar oliebollen zijn inmiddels al volop te verkrijgen. De oliebollen van Bianca moeten wel heel bijzonder zijn, want deze zijn voor de 9e keer op rij met goud bekroond. Ieder jaar keurt een onafhankelijke jury oliebollen door heel het land. De oliebollenkraam Bon Appetit in Elst krijgt elk jaar weer de hoogste waardering van de jury. Wat maakt deze oliebollen zo lekker? Wat maakt hij zo goed? Dat is het geheim van de smid. Maar hij smaakt lekker, hij is niet te vet, goede vorm, een goede, hoe een oliebol moet wezen. Wat moeten we erover vertellen? We zijn voor kwaliteit en we zijn ermee begonnen, zeg maar. En we hebben nu op 9 keer op rij hebben we de gouden oliebol. En door het Nederlands Bakkerijcentrum te Wageningen. De oliebollen worden op 7 verschillende punten getest. Vorm, uitwendige kleur, structuur, eeteigenschappen, smaak, vulling en vet. Hij heeft zoveel scoren nodig om het goud te kunnen behalen, zeg maar. Ja, je blijft altijd vernieuwen en elke oogst is ook niet hetzelfde. Dus je moet altijd aanpassen, altijd erbij blijven. Hè? De oliebollen zijn voor het 9e jaar op rij met goud bekroond. Iets waar de klanten van Bianca ook erg enthousiast over zijn. Die vinden dat heel leuk. Die vragen ook al mij, ben je alweer gekeurd, weet je wel? Ik zeg, nee, ik ben nog niet gekeurd. En als ik dan gekeurd ben, dan zeggen ze, oh, je hebt hem weer, hè? Ik zeg, ja, ik heb hem weer. Dus ja, dat is wel heel leuk. Ja, daar ben ik ook heel trots op natuurlijk, hè? De oliebol en de krentenbol is natuurlijk wel de number one, hè? En dan hebben we een appelbol, een blinebol, een appelbieetje, appelflappen. Ja, die gaan natuurlijk ook wel mee. Maar de oliebol en de krentenbol, ja, dat is hem toch, hè? Die moet met oudjaar toch op tafel staan. Het bakken van oliebollen is haar met de paplepel ingegoten. Sinds dat ik getrouwd ben, zeg maar 25 jaar nu, doe ik zelf een oliebollenkraam. En daarvoor was mijn familie die was altijd met oliebollen bezig. En mijn opa, mijn overgrootopa. Dus het komt van generatie op generatie. Wat ze uniek maken, het is natuurlijk een recept die elk jaar, eigenlijk bijna elk jaar weer wat aangepast wordt. En van oudsher geboren is. En daar ga je weer mee verder. En daar ben je daar trots op. En ik weet zeker, mijn opa is er niet meer. Maar als hij er nog was geweest, was hij echt wel trots geweest. Ja.